Als tijdens de Tweede Wereldoorlog één NSB'er gedood werd, zouden de Duitsers 3 niet-Duits gezinden vermoorden. De grootvader van Maarten Birknese was één van de slachtoffers van deze regeling. Zo zijn ze de 3 mensen afgegaan, waarbij de eerste 2 niet thuis waren, maar mijn grootvader dus wel. Daarna zijn ze ook gestopt, dus er is uiteindelijk maar 1 slachtoffer gevallen. Ja, dat was wel mijn opa dus. Over boeren zelf, daar is de berichtgeving nogal wisselend. We zien bijvoorbeeld een bericht dat hij de veroordeling kan ontlopen. Dat is een bericht van 11 juli vorig jaar. Maar in september komt er dan weer een bericht dat hij toch nog voor de rechter moet komen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de opa van Maarten een apotheek in een tegenwoordig bekend gebouw in Breda. Hij is in de jaren 30 is hij naar Nederland gekomen en heeft toen dit pand gekocht. Dat is misschien wel voor elke Bredana wel een herkenbare foto aan de Wilhelminastraat. Onderin was de apotheek en daarboven woonde de familie. Mijn oma heeft er nog jaren gewoond. Ik heb er zelf ook wel nogal eens gelogeerd. Dat is een prachtig huis, tot boven en toe. Of er werkelijk geen beroep en mogelijk is, weet ik dus niet. En of die pogingen worden ondernomen, weet ik ook niet. Van uw kant, denkt u? Zou u nog mee doorgaan als mensen nu zouden vragen? Als ze dat vragen om dat weer te ondersteunen, als zij middelen zien, dan zal ik gewoon, dan wil ik dat ondersteunen.